Deze aflevering van Vrienden Worden Met is ook te beluisteren als podcast in de Betere Podcast app. Hallo, wij zijn Jeff en Pieter-Jan van het YouTube-kanaal Supercontent. En we hebben nog altijd geen vrienden. Het is niet echt leuk. En daarom gaan we op zoek naar nieuwe vrienden. En vandaag worden we vrienden met... Aster Nzeimana. En... Lize Verijn. Superleuk. Welkom in het Supercontent Universum. Dank u. Je hebt er alles ingezeten? Ja, inderdaad. Dat was mijn kiekestront. Een eerste vraag om het ijs een beetje te breken. Wat is jullie lievelingsdrank? Oeh. Champagne. En van jou, Lize? Vodka Cola Zero. Dat klinkt zeer marginaal. Is ook. Laat. En nooit in een mojitootje? Oh, dat vind ik het allerlekkerste. Ah, ja. Ja, toch? Hallo? Oh. Ah, sorry. Amai, ja. Een pik. Dat ging goed. Op de nieuwe vriendschap. Ja. Het is alvast een goed begin om ons helemaal te overtuigen. Ja. M. Koenegracht, privévraag. Hoe voelt het nu jullie niet meer het nummer 1 celebrity koppel zijn? Oh, wacht. Ja, want jullie waren tot voor kort het number one celebrity koppel in Vlaanderen. Nooit geweest. Volgens ons. Volgens jullie wel. Volgens M. Koenegracht privé. Om het dus even te duiden voor de kijkers. Hè. Het gaat hier natuurlijk over Ella Leijers en Rick Verheyen. Riella. Ja, die sinds kort een beetje het nieuwe powerkoppel zijn. Het gaat snel in de showbiz, man. Ja. Het gaat snel. Ja, een paar weken geleden waren we nog. Ja, bovenaan. Wat is jullie tegenoffensief? Ja. We gaan wel hier niet onze strategie publiekelijk bespreken, natuurlijk. Dus misschien moeten we ruzie maken op vakantie. Riella klinkt beter dan de naam die wij onszelf hebben gegeven. Zijnde? Laster en Leeghoofd. Sorry, dat is wel echt een moeilijke hashtag. Ja, ik weet het. Het is nooit opgepikt geweest. Wat is het gekste dat jullie ooit hebben meegemaakt met een fan? Zo anonieme brieven van een geheime aanbidder. Dat was ook echt geheim, want die zet er nooit zijn naam onder. Maar dat waren wel echt hele mooie handgeschreven brieven. Ik denk dat ik er in totaal een stuk of 10 heb gekregen. En op een bepaald moment wilde hij mij dan ontmoeten. En had hij van die concerttickets daarin gestoken. Allee, eentje voor mij en hij had er zelf ook één. Ja, dat waren echt de dure concerttickets. Echt €90 of zo. Dat ik dacht van, oef, amai. Wow. Dat was voor een klassiek concert of zo, een pianoconcert. Moeders zijn meestal overprotective. Hè, en ze zeggen, spreek absoluut niet af met mannen dat je niet kent, als je niet weet hoe dat eruit ziet. Mijn mama was zelf zodanig gecharmeerd door hoe dat hij die in brieven schreef, dat zij zoiets had van, allee, kunt die jong toch niet alleen naar dat concert laten gaan? Ja, de West-Vlaamse beleefdheid nam het daarover. Dus mijn mama was mij aan het pushen om te gaan. Ik heb dat dan uiteindelijk niet gedaan. Niet gedaan? Nee. Oh. Nee. Ze kan zij toch kunnen gaan? Vond je Aster als kind echt zo lelijk? Oh. Laat ons zeggen dat je hem in de pers al hebt omschreven als een lelijk patheken. Aster was eigenlijk een lelijk paté toen ik klein was. Is waar? Zo'n schoon ventje. Oh, dat is erg. Dat was dus ene foto die niet zo geweldig flatterend is. Maar of echt totaal niet lelijk, of waar? Ik weet het niet, ja. Nee. Maar het is gewoon, als je insert hem nu ziet... Nu. Als je hem nu ziet, dan denk je van, wauw, die is echt prachtig. Dus dat zijn complimenten. Vertel eens over jullie eerste kus. De eerste kus besefte ik niet helemaal dat het een eerste kus was. Dat was bij het uitgaan. Hij was al heel de avond tegen mij aan het babbelen. Dat mijn vriendin ook zei van, wat zegt hij hem de hele tijd? Dat is echt niet te doen. Maar zwart, ik was ook wel al een beetje verliefd op jou, Sjoeke. En op een bepaald moment maakte hij dus een move naar mij. En ik had dat niet echt door. Ik denk dat jij je wegtrok. Jij denkt dat ik je wegduwde. Ja. Maar dat was, dat was echt super awkward. Het meest awkward moment uit mijn leven, denk ik. Echt? Kunnen jullie misschien een kleine reenactment? Dat was zo. En dan awkward, oei. Je zei dat je voor jezelf had uitgemaakt van oké, ik ga haar nog vragen om iets te gaan eten. En als ze daarop ja zegt, maak ik nog een kans. Ja. Hoe gaat dat zo'n avond? Hij gaat iets gaan eten, dan ook nog iets gaan drinken. En dat was supergezellig. Hij zei van, ik loop je nog even mee naar uw auto. En dan bij het betalen van het parkingticketje werd ik ineens in de hoek van de muur geduwd. Oh. En dat was een zeer passionele kus. Dat was onder TL-lichten. Dat was een zeer romantische plek. Dat was dus onder een securitycamera. Dus ik weet nog, de volgende keer dat wij in Gent waren, dan is ze dus aan de security gaan vragen
of dat er nog die footage, of dat die beelden nog beschikbaar waren van dat moment. Het was net verwijderd. Echt net verwijderd. Niet leuk, maar ja, wat doe je eraan, hè? Ivo Imo vraagt, hoe is het ondertussen in jullie nieuwe nestje? Ons huis ligt momenteel overhoop, omdat een vrouw naast mij een idee had. Amai. Ja, ik vond alles te wit. Wow. Dus ik heb daarnet de keuze gemaakt om onze muur roze te schilderen. En het goede is, we hebben dus sinds vorige week een catcam geïnstalleerd. Dat is een camera om katten te filmen. Dus we zouden nu kunnen live overschakelen naar jullie ja, catcam. Eigenlijk wel. Ja. Dat is zijn live beelden van... Zie je dit? Het is work in progress. Je ziet, ik moet het middenste nog schilderen. Zie je geen poesje? Nee, we zien geen katje. Het is wel vrij moeilijk om een kat nu te spotten. Bokkeltje! Nelleke! Bokko! Goedemorgen. Aster, wat is jouw unieke talent? Ik kan heel veel babbelen. Ik kan neig lullen ook. Ja. Dat is een superbelangrijk talent als je commentaar geeft. Je kan volgen met sportwedstrijden op hoog niveau, maar... Lukt dat dan ook bij sportwedstrijden op een lager niveau? Ja, tuurlijk. Ik heb hier toevallig een sportwedstrijd van lager niveau. Wat is uw achternaam? Bronder. Bronder? We zien hier de cafévoetbal in Aalst. Een hele goede middag, dag beste voetballiefhebber. Welkom in Moorsel bij Aalst, waar we gaan kijken naar Sporting Dressel tegen Endoka. Het veld ligt er helaas niet goed bij, maar dat ligt het hier eigenlijk nooit. Is dit een actie van Jeff? Jeff, en wat was het weer? Drobber? Bronder. Nee, Bronder, sorry. Jeff Bronder. Oh, een verkeerde terugspeelbal. En Bronder opnieuw in een uitstekende uitgangspositie en het doelpunt van Jeff Bronder. Na een mooie actie, de lob, de redding en dan de bal die binnen dwarrelt. Opnieuw balverlies, de bal wordt dan meegegeven aan Dronders en die scoort opnieuw. Hij heeft een wedstrijd uitgekozen waarin hij alleen maar goede acties maakt. Maar Jeff Dronders is wel degelijk de man. Van het begin van de wedstrijd met twee doelpunten. De controle van Dronders en de kaats. Maar het is wel echt cafévoetbal, zeg. Oh jongens, een schuppen. Oh, dit is een gemeen overtreding op Dronders. Dronders opnieuw dus. Ten tweede malen, of wat zeg ik, ten derde malen onderweg naar de doelman. En dit ging wel heel erg vlot. De doelman, ik stel me er wel vragen bij. En dat was het dan, dat was het einde van de wedstrijd. Sporting Dressel verliest en vooral Indoka. Wint met 0 tegen 3, denk ik, bij Dressel. Ja. Na een loopzuivere hat-trick dan. De chef Dronders. Bronders. Ja. Eigenlijk was het supergoed buiten mijn naam. Ja, wat zei je? Drommel. Dat was niet de bedoeling. Wat is de grappigste roddel die je ooit over jezelf gehoord hebt? Ah, ja. Er zijn mensen die dachten dat... En zei Mana dat dat mijn artiestennaam is. Echt waar, dus dat is de naam van mijn vader natuurlijk, maar ik ben geboren als Aster Schemes, omdat dat de naam van mijn mama was. En mijn mama, toen zij van Afrika kwam om mij te tonen aan de familie hier en om mij in te schrijven hier, heeft ze die als haar en eigen achternaam als achternaam gekozen voor mij. Toen mijn papa dan bij ons kwam wonen, vroegen ze mij van ja, we kunnen die kosteloos laten veranderen naar die van uw vader. En ik zei ja, dus naar respect voor mijn papa toe heb ik dat toen naar een zij Mana laten veranderen. Dat is een grappige rol, hè? Echt hilarisch. Ja. We hebben een opdrachtje binnengekregen van Sam Kerkhoffs. Ah, Sam Kerkhoffs is mede-podcaster bij 90 Minutes. En dat is eigenlijk gewoon een maat van ons. Wissel van kleren. Nee. Allee, zoeken. Kom, we gaan dat doen. Nee, zot. Wat is dat nu? Maar nee, Lisa, ik dacht dat zijn geen leuke opdrachten. Voilà. Inderdaad. Ik voel mij precies een sardine in een blik. Zo, ik word hier toegeknepen. Dus... Oh. Ja, ik heb gewoon een onderbroek aan. Het is vrij raar om niks tussen die benen te hebben eigenlijk. Maar Basic Instinct is dat. Is dat is wel cool eigenlijk. Doe een robot away. Oh, een robot away. Ik denk dat ze bedoelt robot? Een giveaway. Ah, ja. Okay. Ah, ja. Ja. Ik heb dus mee een gin. Oh. Afgewerkt met een lederen label van Atelier Ferijn. En wat is er zo bijzonder aan deze gin? Nostalgic flavors from our childhood. Daar kunnen van alles bij voorstellen. Pampers. Weetabix. Wat moeten ze commenten onder deze video? Okay. Ja, om kans te maken op deze prachtige giveaway. Wij willen Riella. Riella willen we naar de kroon steken, maar we hebben daarvoor... Een goede naam. Een soort van koppelnaam nodig. Ja. Dan voor een goede hashtag. Ja. Oké. Okay. Okay, goede opdracht. Wie was de winnaar van de vorige Robot Away? We gaan een keer kijken. Stop! Oh!
Proficiat. Goeie winnaar, terechte winnaar? Ja. Ja. Zeker. Zeker aan mij. Wow. Vond je deze video fijn? Ja, maar ik eet graag konijn. Ja, maar ze eet graag een konijn. En Aster, ga je op ons abonneren? Ik ga mijn moeder onteren. Wat? Ik ga mijn moeder onteren. Moeten we die opnieuw doen? Nee. Bedankt om te kijken naar deze video. Vrienden worden met Aster en de fantastische Lize. Wil je deze childhood flavors van Lize in je mond smaken? Laat dan weten in de comments wat hun showbiznaam moet zijn. En dan zeg ik, zoals ik altijd zeg, tot de volgende keer. Weer een leuke video van Supercontent. Inderdaad. Trouwens, wist je dat wij ook merchandise verkopen? Ja. Op supercontent.be.